Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, want het is 10:27, is nog geen middag. Nee, ik zou zeggen een hartelijk welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag maandag 1 juli. Ja, we zijn de maand juni voorbij. Ja, Ewen? Ja, nou. Ja. Maar in ieder geval, het is vreemd weer. Zon, stapelwolken, triest, grijs. Zon, ga zo maar door. Ja, nog net geen regen. Maar ja, komt allemaal goed. Mijn persoonlijke begeleider Jack Verscherlo, die komt weer. Dus ja, dan moet je toch weer tijd uit je kooi wezen of uit je bed. Dan, hoe je het ook maar noemen wil. En dan ben je ook, wat je moet doen. Hè? Vind je het lekker? Ik ben er even aan het aaien onder de kinderen. Vind je het lekker? Hé, ja. Maar in ieder geval geniet van jullie dag, want je leeft maar één keer en dan moet je er toch van genieten, vind ik. Ik ga hier de boel opruimen en de dieren eten geven, mezelf eten geven, met een bakje koffie, ja, zeker. En Schroeder wil naar binnen, maar de deur die is dichtgewaaid. Ja, vrouwtje komt eraan, man. Vrouwtje komt eraan. Hé? Kom maar. Goed zo. En dan zetten we deze deur op een haakje. En dan moet hij wel willen. Zo. Kap af. Goed zo. En dan zetten we dan weer lekker hier weer neer. En daar hebben we Gandalfie. Ja? Klapboom. Hé, klapboom. En daar hebben we Ewen. Hé, zoals gewoon ik ga duwen op de troon. Maar oké, lieve vrienden. Net wat ik zei, het is gek weer. Ja, heel gek weer. Maar maak de pret niet drukken. Nee hoor, dat mag de pret niet drukken. Ik zie jullie weer hier even neer. Sta jullie gelijk op de plaats. En ik zeg tot later. Doei doei. Goeden, ja, het is nog steeds goedemorgen. Ja, voor degenen die net niet hebben gekeken. Ja, die later in erin komen in het filmpje die de eerste helft overslaan of weet ik van wat. Maar in ieder geval, voor iedereen weer een hele goede morgen. Ja, het is 11:30 geweest en we leven nog steeds op maandag 1 juli. En mijn begeleider Jack van Verscherlo is al geweest. Ik heb de vaatwasser al aan het werk. Ik moet nog even 3 deksels opruimen, dan is dat ook gebeurd. Dat is allemaal al lekker schoon. En daar liggen de 3 deksels. Nou ja, dat heb ik straks zo opgeruimd. Dat komt goed. Ja, dat komt helemaal goed. Kandalf die komt net binnen. Die gaat weer hengelen. Met zijn pootje weer in het water. En ja, dan is het vanmiddag. Dan komt Astrid. En dan hoop ik op een gezellige middag samen met haar. Dus ja, jullie zien mij pas na die tijd weer terug. Ik zou zeggen, geniet allemaal van jullie dag. Het is nou ineens een prachtig mooi weer. Daar is de hemel blauw. Daar is hij een beetje, ja, wat moet ik zeggen, bewolking. Maar in ieder geval, dat is allemaal die kant. Dat gaat allemaal die kant op, geloof ik. Maar in ieder geval, dat kan de pret verder niet drukken. Ik ga verder met opruimen. En ik ga zo meteen nog even renderen. Komt dat ook wel weer goed. Dus ik zeg, lieve vrienden, later. Ja, lieve vrienden, Astrid die is al ruimschoots weer al weg. Ja, die was heel vroeg, 12 uur al. Maar ze moest ook eerder weg. Ik ben bezig aan het renderen. Wat zeg ik? Die is al klaar. Die kan ik weer naar YouTube brengen. Dan gaat de volgende weer in. En ik ben bezig met een plaatje te maken. Ja. Een heksenplaatje, jojojo, vind ik leuk. En ik ga een bak koffie klaarmaken met een beetje lekkers, iets hartigs erbij. Geen koek, nee, een stukje worst. En wat voor worst? Nou, die had Karin met mijn verjaardag meegenomen.
Dat is worst met, ja, een kruid eromheen. Kruiden, oh jee, nou ben ik die naam van die kruiden. Rozemarijn zit eromheen. Ja, en dat is lekker, ja. Dan ga ik lekker zo meteen even aansnijden en dat lekker even peuzelen met een bak koffie erbij. En dan, de deur die staat op een haak. Ja, Frode kan niet naar buiten hoor, want dan is het weer een kwestie van dan moet ik hem in de gaten houden, want anders vreet je zichzelf kaal. Dat moet maar niet. Nee. Ewin die legt in haar stoel, vind ik. Kandalf die is geloof ik buiten. Ja, die lag op het terras te slapen, dus ja, ook allemaal goed, allemaal prima. En ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag, dat doe ik ook. Oh ja, en nog wat. Ik heb visitekaartjes. Ja, ik heb visitekaartjes. Niet zelf gemaakt. Ja, het ontwerp wel. Om dat plaatje te maken. Maar dat ontwerp heb ik dus doorgestuurd. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Ik hoop wel. Maar in ieder geval, ja, daar ben ik toch wel blij mee dat ik dat heb. Ik heb al een heleboel uitgedeeld in Den Haag op het Marieveld. En in de trein. En aan de taxichauffeurs. Dus ja, helemaal happy mee. Dus ja, ik vlog niet alleen voor mezelf, maar ik wil ook graag bij wijze van spreken om die camera kennen, foto's maken. Dat doet hij luister zelf, maar ik hoef niet te gaan filmen. Ik kan ook gewoon fotograferen. Een feestje, een kinderfeestje, een partijtje, ja, of je gaat trouwen en je wilt goedkoop iemand hebben die foto's maakt omdat je niet een groot budget hebt. Nou, voor een klein budget kun je mij ook inhuren. Ik ben wel minder verliefd, maar ik kan wel foto's maken. Die handen, ja, mijn duim niet markeert wat, maar ik doe er niet alles mee, nee. Dus, ja, als ze willen, dan kennen ze mij inhuren. Simpel zat. Klein bedrag, zo duur ben ik niet. Maar oké, ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja, gewoon om een ander te helpen. Enkel, ja, voor niks gaat de zon op, dus dat wel een kleine bijdrage tegenover. Maar ik ben niet zo duur als een fotograaf houtje waffel. Ja, dat gaat nog niet. Ja, dat gaat nog niet. Klaar. Er is weer wat gebeurd hier in de stad. Ga even kijken. Eventjes kijken voor jullie. Twee nieuwe meldingen, ja. Borneolaan, ik weet niet eens wat die is. Nooit gehoord ook. Ah, woon je in een hebben. Herken uw stad, hoe noem je dat programma? Dat programma is ook op de televisie, geloof ik, toch? Ja. Zie je, die hele wijk ken ik niet. Oh, ja, die wijk ken ik wel, maar als het daar moet wezen. Aha, ze zetten mij in een hele andere straat neer. Ja, gaat goed. Ze zetten mij in een verkeerde straat neer. Leuk, hè? Ja. Nou ja, alles sluit dus bekijken. Simpel. Maar oké, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Want het is nog steeds mooi weer. Hier en daar bewolking af en toe. En dan weer blauwe lucht en dan weer zon. Ja, het is heerlijk. Ik zit nog steeds met die deur open. Dus waarom ook niet? Ze zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, het is al lang en breed al avond. Het is nu, even zien, 23:43 en nog steeds woensdag 1 juli. Maar deze dame die gaat wel naar haar bed toe. Ja, want ik moet er morgen bij tijd eruit. Ik moet morgen weer richting de huisarts. Ik moet even naar de assistenten, die moet ergens, weet ik veel waar, bloed vandaan halen. Ik geloof uit mijn elleboogholte. In ieder geval, die heeft zoveel buisjes bloed weer nodig van me. Nou ja, kun je ze krijgen. Dat heeft te maken met mijn cholesterol. En we zullen zien hoe dat gaat. Ik denk dat het wel goed gaat, want ik voel me ook goed. Ik voel me, ja. Maar oké, dus ik ga lekker naar bedje toe. Proberen te slapen. Godo die heeft zijn kap nog om. Die gaat wel even af als we naar boven toe gaan. En boven krijgt hij weer om.
En ik sluit hier de boel af. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog van jullie restavond. Zeker uw nacht, als jullie nog op blijven. Voor degenen die wel naar bed gaan, wel rustig slaaplekken met mooie dromen. Gezond weer op en graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, doei doei.